Goeiedag, ik ben Marcus Oei. Dit is een presentatie die gehouden is voor de Radboud Reshape Academy in Nijmegen. Het doel van deze presentatie was om zorgverleners, dat wil zeggen dokters en verpleegkundigen en anderen in de zorg, te laten zien dat het mogelijk is om met hele simpele methoden een e-health te gebruiken om een doel te bereiken voor de verbetering van de zorg van de patiënt. Dit is minder vanuit het perspectief van de patiënt gemaakt. Wat natuurlijk wel het einddoel is. The future of health, daar hebben we het altijd over, health 2.0. Maar in feite is het vaak omtrent caring en sharing van ervaringen. En niet zozeer dat de patiënt er meteen heel veel beter in wordt vanuit het doktersoogpunt. Maar wat wel gemaakt wordt, is een manier om te gaan en communiceren met patiënten en zo meer data te verkrijgen. En uiteindelijk het doel, wat mij betreft, is 3.0, waarbij we die data gaan gebruiken voor het genezen van mensen, maar vooral ook voor preventie. Er is echt een probleempje met Health 2.0. 2.0 loopt hartstikke vooraan en de visionaire dokter hier loopt er heel snel achteraan en die haalt ook bijna in. En die trendzetter patiënt gaat mee. Alleen, wie achterblijft zijn de normale dokter, de gewone patiënt en het doorsnee ondersteuner. En dat zorgt ervoor dat ze eigenlijk het contact vaak missen voor de dagelijkse praktijk. En wat krijg je dan? Je krijgt dan projecten die een lage acceptatie hebben, high tech, high cost en maar eigenlijk een relatief laag impact. En wat we eigenlijk zouden willen is projecten met een hoge acceptatie, met low technology en low cost, met vooral de high impact. Dus misschien is 2.0 wel een stap te ver. Misschien moeten we maar gaan voor zorg 1.5 op dit moment. En dan hebben we het ook niet over e-health, maar om health e. Want het gaat om de gezondheid en niet om het middel, de ICT. En om dat voor elkaar te krijgen is hoge acceptatie cruciaal. En wat is er nodig voor hoge acceptatie? Het moet gebruiksvriendelijk zijn en het moet een duidelijk doel vervullen. Want wie zou eerder doel raken? Indiaan met een boog of Steven Wonder met een geweer? Ik denk dat u het antwoord wel weet. Het gaat er dus niet om het materiaal, en daar zit vaak toch de grootste aandacht naar, maar het gaat erom dat je weet wat er moet gebeuren en wat het einddoel is. En wie heb je daarvoor nodig? Dat is niet zo moeilijk. De dokter en zorgverlener. En dat is ook helemaal niet nieuw, want dit zijn we al gewend in het verleden. De antibiotica zou ook iedereen meteen beter maken, radiologie zouden we alles mee kunnen zien en DNA is de oplossing van al onze problemen. Dat is natuurlijk niet zo. Maar het is wel zo dat het ontzettend nuttig geworden is. En dat werd het pas op het moment dat de dokter zich daar fors mee ging bemoeien. En dat zal hetzelfde gaan gebeuren met ICT. En hoe begin je ermee? Nou, gelukkig zijn de best things in life free. En het is op zich relatief simpel. Zolang je kijkt wat het doel is. En er zijn een paar dingen die heel belangrijk zijn. Ten eerste moet Health in Light moeten ervoor zorgen dat de patiëntenzorg praktisch verbeterd wordt en moet gebruikt kunnen worden. En heel belangrijk dat het onderhoud op de werkvloer gebeurt en niet door twee schijven verderop. Dus minimaliseer het aantal koppelingen en het aantal consultants. Wat krijg je dan? Bijvoorbeeld een gratis EPD. Hier werken wij al 7, 8 jaar mee. Dit is door onszelf ontwikkeld op de KNO in het Vreven Ziekenhuis. En eigenlijk kunnen we hier alles mee. We kunnen hier correspondentie mee maken. We kunnen recepten printen. We geven gestructureerde aanvragen. We kunnen medicatieallergieën belangrijke medische info verwerken. En dit is dus gebaseerd op Word. En nog steeds is het zo dat EPD-leveranciers komen en die kijken en die zeggen van goh, weten jullie wel dat als jullie ons project nemen, dat jullie dan op achteruit gaan. Ja, dat is natuurlijk niet iets wat wij graag willen horen. Maar het kan ook anders. Bijvoorbeeld met gratis logistiek en registratie. Dit is Google Forms. Bijvoorbeeld, de assistenten hebben een vraagrecht om afspraken te kunnen maken. Nou, dat gaat heel simpel. Dit kost helemaal niets. En het is ook niet een klein iets, want ons hele ziekenhuis werkt daar tegenwoordig mee. Maar ook voor je eigen bolie kan je binnen een paar minuten kan je gewoon een vragenrechtje maken. En per seconde, een paar seconden om in te vullen. En aan het eind van de bolie weet je gewoon wat je allemaal gezien hebt en wat je gedaan hebt. Een andere toepassing is gewoon gratis voorlichting. Kijk, YouTube, hier kan je makkelijk
een filmpje van maken over het een of ander. Dit kost helemaal niks. Een kwartiertje opnemen, drie kwartier monteren en klaar is het. Je kan oefeningen laten zien en dat is voor de patiënten veel prettiger. Dit is weer Google Forms. Dat zorgt ervoor dat mensen een link krijgen en dan kunnen ze gewoon vragen langsgaan waar het over gaat. Dus gaan ze, dit wordt, uiteindelijk wordt hier gewoon meteen elke vraag beantwoord en zo niet, dan mogen ze bellen. En voor alle andere informatie kan je sturen naar betrouwbarebron.nl. En dit is dan de basis, maar als je het graag in je eigen look en feel wil, kan dat ook. Dat kost een paar tientjes. Dit is allemaal hetzelfde, dit is betrouwbarebron.nl. En het ziet er alleen anders uit. Het lijkt of je het zelf gemaakt hebt. En dit is uitsluitend non-profit gezondheidsinformatie van geaccrediteerde bronnen. En niet alleen van thuisartsen en de specialistenverenigingen, maar ook van de overheid, Hartstichting, KWF en NPCF. En als je nog mooier wilt, dan gebruik je dat als basis. Maar kan je het gewoon maken op de manier die je wilt. Je kan je eigen telefoonnummers erbij zetten. Je kan je eigen plaatjes erbij zetten. Je kan je eigen links erbij zetten. Je volledige tekst kan je maken. En het mooie is dat je het kan maken en onderhouden door jezelf of door je praktijkassistenten. Geen andere mensen nodig. Een ander iets wat we graag willen is dat kunnen communiceren met het ziekenhuis, met een ander ziekenhuis, een collega of een patiënten. Nou, dat moet veilig. Nou, je kan altijd je grote vragen tegenzetten of telefoon en fax wel veilig zijn. Maar goed, voor e-mail zijn er gewoon criteria voor en de KNMG-richtlijn en het CBP zijn er gewoon heel duidelijk over. Er is encryptie vereist. Dus geen normale e-mail. En eerlijk gezegd, ik zou ook geen medische gegevens op een briefkaart sturen. En dat is eigenlijk wat je doet met gewone mail. Wat gebruik ik daarom? Een veilig e-mail, dat doe ik in dit geval Verimail. En het mooie daarvan is dat je een veilig versleutelde mail naar elk e-mailadres kan sturen zonder dat de ontvanger een account hebt. Je hebt zelf een paar tientjes een account en de ontvanger kan veilig e-mail ontvangen. Het is ook web-based, dus je hebt niets te maken met het systeem van het ziekenhuis of je zorgomgeving. En zelfs de Amerikaanse overheid kan er niet in komen. Hoe gaat het in de praktijk? Nou, je gaat naar de website toe, dan stel je een bericht op en je stuurt het bijvoorbeeld naar een online patiënt. En als je het wil versturen, ziet het systeem dat dit geen gebruik is van versleutelde software. Dus dan moet je een code intypen en maken. En die code is meestal het ziekenhuisnummer of burgerservicenummer, maar met collega's kan het ook gewoon een afgesproken code zijn. En die kan je zelfs gewoon mailen als je weet welk patiënt het is, welke e-mailadres het is. En de ontvanger krijgt dat dan gewoon, bijvoorbeeld dus een Gmail, wordt gestuurd naar dezelfde website en moet eerst zijn code intypen voordat hij het bericht kan zien. Dus als je naar een verkeerde naar een verkeerd e-mailadres stuurt, ja, dan kan hij er nooit in komen. En dan kan hij daarna de e-mail lezen, maar het allermooiste is dat je hiermee ook een antwoord kan geven. En dan ga je via dezelfde versleutelde tunnel, kom je weer terug, krijg je ook weer het bericht terug. Al deze e-health light of healthy light methode moet je uiteindelijk altijd koppelen in een groot systeem. En dat kan ook. Dit is een systeem waarbij je bijvoorbeeld betrouwbare bron, de vragentrechters en de vragenlijsten met elkaar combineert met het ZIS-systeem en mijnverlevenziekenhuis.nl. Dit ging net even voornamelijk om patiëntendingen, maar om gewoon te kunnen werken zijn er gewoon een heleboel andere bijna gratis tools om je praktijk goed op orde te krijgen. Nooit meer een wachtwoord onthouden bij de LastPass. Je overal je bestanden bijhouden is altijd fantastisch. Evernote is ook heel prettig om alles wat je wilt onthouden te bewaren. Maar security en privacy. Eigenlijk is geen van de web-based oplossingen geschikt voor zuivere patiëntengegevens. Als je meer wil weten, ga even naar mijn blog toe. Dit was eigenlijk hetgene wat ik wel kwijt wilde over zorg 1.5. Essentie is dat het helemaal niet moeilijk of duur is om ICT te gebruiken om je praktijk en je behandeling van je patiënt beter te maken. Het gaat alleen mee dat je weet wat je doet en je moet gewoon aan het werk gaan. Want als je de spullen niet hebt om wat te doen, moet je het maar doen met de spullen die je hebt. Ik dank u voor uw aandacht.